De Suriname Chinese United Association heeft gisteren in samenwerking met de Chinese ambassade en Sunyi NV het Chinees nieuwjaar ingeluid met een vuurwerkspektakel. Volgens de Chinese maankalender is 2022 het jaar van de tijger. Chinees nieuwjaar, ook bekend als het Lentefestival of Lentefeest, is de belangrijkste van de Chinese feestdagen. Het afgelopen jaar was het jaar van de os. De Chinese ambassadeur in Suriname, Hang Ying, zegt dat het zijn eerste viering is in Suriname. I'm very happy to see there is a huge Chinese community in Suriname. And especially I like to see that the Chinese community were well melted into the Surinamese society. You know, now the Spring Festival or the Chinese New Year is already a public holiday in Suriname. It means the recognition of the whole society to the Chinese community. I found that overseas Chinese and the Chinese enterprises all play a very important and active role in Suriname. You know, the new year, the coming year, is the year of tiger, symbolizing energy and strength. We wish a happy new year to all, especially we wish the Chinese people, the overseas Chinese people, the Chinese community, could contribute more to the social and the economic development of Suriname. Peter Lau zegt dat het Chinees nieuwjaar een belangrijke feestdag is voor Chinezen overal ter wereld. Volgens Miguel Fung, onderdirecteur van Sunyi & Co. NV, is het een traditie in Suriname om op die dag vuurwerk af te schieten. Ik wens iedereen, de Surinaamse bevolking, een happy new year van mijn kant uit. Ja? Heb je toevallig een nieuwjaarsboodschap of advies van de samenleving? Van mijn kant wil ik wel zeggen, houd jullie het vol, maar het gaat goed komen. Dus, uta jubere. Het is traditie. Het is iets dat gedaan moet worden. Weet je, dus als we worden benaderd door de vereniging in samenwerking met de ambassade, dan is Sunyi aan boord. Ja. En van het jaar was jullie vuurwerkspectakel anders dan vorig jaar. Wat hebben jullie anders gedaan? Ik heb het anders ingericht. Ik ben het een beetje breder gaan afschieten. En ik heb de combinaties een beetje aangepast vergeleken met vorig jaar. Wij spraken ook de Chinese parlementariër Shuang Rui Wang en Stefan Tsang. Wang wenst de samenleving heel veel rijkdom en welvaart toe. Volgens Tsang was het afgelopen jaar geen geweldig jaar en dat heeft hij ook zo ervaren. We hebben het jaar van de os achter de rug en we hebben nu het jaar van de tijger. En tijger staat bekend, of de symbool van de tijger is kracht en moed. En dat hebben we zeker nodig in 2022. We weten allemaal dat niemand had het makkelijk in 2021, maar dat is al voorbij. En gelukkig hebben we aan het einde van 2021 de goedkeuring van IMF. En dat is eigenlijk al een lichtje in de duisternis. De president heeft keer op keer herhaald, 2022 wordt een jaar van hard werken. We gaan alles opnieuw bouwen. En daarvoor heb je zeker kracht nodig. En ook moed. In de zin van de samenwerking met IMF, ook moed hebben we zeker nodig. En dat is de boodschap. Maar het jaar van de tijger, dat staat voor positieve veranderingen. En het gaat om de karakteristieken van de tijger, dat is moed en kracht vooral. En ik hoop dat met de kracht van de tijger, dat we als Suriname, dat we die positieve veranderingen tegemoet kunnen gaan. En dat we met z'n allen die bundeling kunnen maken, die eenheid eindelijk kunnen vormen. En dat we daarmee dan die kracht en de moed kunnen opwekken om die veranderingen te brengen voor Suriname. Het Chinees nieuwjaar wordt gevierd op de eerste tot en met de 15e dag van de eerste maand van de Chinese kalender.